Het is een beetje slecht weer, een beetje miserig. Maar we gaan over het eerste keer even, dus ja, gaan we eventjes rijden. Nee, links hè. De... Staan. Ja, maar je moet net doen of hier een auto naast staan. Hallo allemaal, wij zijn de Nakijkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En wij gaan vandaag bij Mees avondeten. Ja, Mees komt bij ons eten vanavond. We zouden, daarheen gaan, maar met Tine daar aankomen en met regen barbecuen. Ja, we gaan nou hier ook barbecuen. Maar het is een beetje slecht weer, een beetje miserig. Het gaat niet handig in hun tuin, dus ze doen het lekker hier zo. Maar hun zorgen voor het vlees en wij voor het brood. En ze willen graag ons uitnodigen voor een barbecue. Maar het weer blijft een moeilijk ding in Nederland. Maar iets veel belangrijkers. Ik heb deze van Eline. Hier, Eline. Ze heeft een rijbewijs gehaald. Nee. Okay, jij gaat eerst op daar naartoe rijden. Eline die gaat voor haar vriendinnen. Ik heb haar rijbewijs niet gehaald. Ze heeft de rijbewijs niet gehaald, maar ze gaat voor vriendinnen. Gaat ze met de auto van de moeder. Gaat ze hier de straat zo inrijden. Met, hoe heet het? Het gala van het Markland College. En dan zie je zo bij de kerk, rijst je dan omhoog. En we gaan even oefenen op het industriegebied, gewoon op privéterrein of op een parallelweg. Of we zien wel even dat ze even in ieder geval een stukje kan rijden in deze automaat. En als dat moeilijk gaat, dan kunnen we het nog een keer doen. Dan leg ik het niet uit en zeg ik doe maar. En de dag zelf doen we het ook nog eventjes. Maar we gaan over het eerste keer even, dus gaan we eventjes rijden. Ja. Maar ja, je bent al bijna, je moet op voor je rijbewijs, dus geen probleem hè. Maar even de auto uitleggen. En illegaal rijden. We zitten. Ja, de eerste uitleg, Eline. Ja. Het is een automaat. Ja, het is elektrisch. Ja. Die schakelt natuurlijk helemaal niks. Dat is gewoon elektrisch. Het is echt heel makkelijk. Echt... Dus je zet hem op. Je hebt twee dingetjes. Kijk, je hebt hier dit schuifje. En dan moet je daar boven en dan zie je daar die D. Ja, drive. Dan staat hij op drive. Dan moet je in je spiegels kijken. Ja. Ja, en knipperlicht aanzetten. Kijken. Goed kijken. Ja, ik kijk ook naar die. Ja. Maar hier zit er toch eentje achter mij daar. En als je kan gaan, dan je pas je knipperlicht. En dan druk je op je gas. Maar je linkervoet, die moet je echt, mag je niks meer doen. Die moet je hier wegzetten. Of dit zo, die moet je een beetje raar wegzetten. Ja, dus wat moet je er anders mee doen? Normaal doe je daar je koppeling mee intrappen. En jij krijgt natuurlijk die koppeling op jouw les. Ja. En wat er heel gevaarlijk is. Is dus dat jij dan keihard op de rem gaat trappen, omdat je je koppeling in wil trappen, ja. Omdat je wil schakelen. Ja, ja, snap je? Dat is eigenlijk het moeilijkste van automaat rijden. Je moet alleen maar je rechtervoet gebruiken. En als je dan moet remmen, dan doe je met je rechtervoet remmen en gas geven. En met links doe je helemaal niks? Met links die mag je niet gebruiken, die moet je echt daar wegzetten. Dan moet je echt tegen jezelf zeggen, niet gebruiken, want anders ga je kijken. Kan je nu gewoon beter zo gaan zitten, zo? Misschien wel, ja, voor jou. Ja. Dat is omdat je nou zo gewend bent om die koppeling... Ja. Dat is waar. Maar ja, dit is dus drive en die andere neutral, of dat is... De andere wanneer gebruik je dat dan? Neutraal gebruik je voor de wasstraat. Oh, eigenlijk nooit. Nee, ja, alleen voor de wasstraat gebruik ik hem. Ja. En de R is reverse, dat is achteruit. Ja, en als je gaat parkeren dan gebruik je allebei natuurlijk. Achteruit en vooruit een beetje. En dan moet je je rem intrappen als je dan schakelt, zeg maar. Dus als je vooruit of achteruit zet, volgens mij. Dat is allemaal automatisme. Ja, maar dat gebruik je dan een beetje als koppeling, bedoel je? Nee. Nee, want hij staat stil, hè. Als je... Ja, deze trouwens niet, maar mijn Tesla, als ik dan, die beweegt alleen als ik gas indruk. Ja. Maar deze gaat wel een beetje bewegen als je de rem loslaat. Net als bij een gewone auto. Mm. Dus als je de rem loslaat, ga je rijden. Dat is bij jouw auto's ook bij je les, denk ik. Hè? Dus hier is 1 staat en je laat je rem los. Ja. Dan gaat hij rijden. Blijft hij alsnog los, dan gaat hij rijden. Ja. Ja. Dat is bij deze ook. Maar bij mijn Tesla staat hij gewoon stil. Ik kan daar ook op een beetje rijden zetten, maar ja, ik vind het gewoon stil makkelijker. Mm. Maar het is gewoon letterlijk eigenlijk een botsauto. Het is net een botsauto, ja. Het is gewoon bij een botsauto zet je mensen achteruit als je stuur te draaien. Ja.
Dan draai je totdat hij achteruit rijdt. Maar het is geen botsauto, hè? Mag je niet mee botsen. Oh, ik dacht ik ga overal lekker tegenaan botsen. Nee, en dan weet ik, daar hier is een stukje industrie en dan kun je, daar is nu niemand, omdat het tweede Pinksterdag is, dus er is nog niemand aan het werk. Dan kunnen we daar even oefenen. Yeah. Nou, nog even één belangrijke uitleg, Eline. Kijk, als ik nou stilsta en ik laat mijn rem los, dan gaan we rijden. Oh. Ja, kijk. Hoe kan dat? Ja, we zijn nu weer wat in de streettrein. Ja, dat is. Dus dat is bij deze auto weer ingesteld. Dus als jij nou in die optocht staat bij school, dan doe je of je rem intrappen de hele tijd. Ja. Maar als je nou dan wil gaan dansen en even uitstappen, dan druk je even hier op P. Ja. Dat is de P van parkeren. Kijk, en dan kun je hem wel loslaten. Dan ga je niet. Dat is eigenlijk gewoon zijn vrije handrem. Ja, dus nou staat hij ook in zijn, ja, in zijn P. Kijk, dat zie je hier, hè? Dat, dit. Kijk, en dan doe je de rem intrappen en dan druk je op. En dan is D. En als ik nou achteruit wil, dan druk ik de rem in en dan doe ik zo. Doe ik die omhoog. Ja. Dan gaat ook die camera aan, dus dan zie je ook. Gewoon zo weer en dan als je hem dan loskijkt, nou, als ik nou loslaat, gaat hij dat maatje achteruit. Ja, is goed. Dus dan, als ik, dus wij gaan nu uitstappen, dus dan druk ik op de P. Kijk, en dan doe ik mijn gordel los. Dan ga je rem los. Ja, en dan gaan we wisselen van plek. Wat een stilte hier. Van de dikke vrachtwagens. Zo, ik moet alles ook naar voren hier. Hoe moet dat? Ja, hier aan de zijkant, links, zitten zo'n die knopjes. En dan onderin en dan een beetje zo de onderkant en dan recht naar voren. Maar naar voren, dat weet ik niet. Je moet het toch zelf even een beetje voelen. Is dat niet dit? Het is eigenlijk een L. Kijk even. Het is eigenlijk een stoeltje zo waar je daar zo hebt. Ja? Dan moet je zo op de onderkant van dat stoeltje. Moet je zo naar voren drukken, ja. En dan ga je omhoog. Ja, zie je? Ja. Ja? Die linkervoet niet gebruiken, had ik gezegd? Nee, ja. Oké. Okay. Ja? Dan de rem intrappen. Maar dit zit echt... Ik moet nog weer naar voren. Nog weer naar voren? Nee, naar boven. Hè? Die zit toch goed? Oké, nu zit ik goed. Hij kan de stuur ook niet naar mij toe. Ja, dat weet ik niet. Dan blijf dat maar af. Oké. Okay. Oh, ja. Oh, die doe ik ook maar even aan, ja. Nou, kijk je voordat je gaat rijden. Komt er niks achter je, niks voor je. Nee. Spiegeltjes, ook nog eens even instellen. Ja, blijf er ook maar gewoon af. Okay, staat er goed. Hè? Oké, okay, dan nu mijn rem al in. Rem in trappen. B zetten. Zo. Ja. P. Nog een keer. Rem in trappen. Ja. Je trapt de gas in. Nee, de rechts is toch de rem? Nee. Links in. Met deze. Ja. En laten we nou maar los de rem, dan gaan we rijden langzaam. Kijk. Zie je? En als je dan de gas intrapt, dan ga je, dan ga je goed sturen, hè? Ja, dat is zo. Nou, dit is echt makkelijk. Dit stelt niks voor, hè? Nee. Straatje keren heb je dan gehad? Ja. Ook gaan we hier naar rechts? Ja. Nou, rijden we naar rechts. Heng. En nu ja. Nee, je kan een mooi rondje rijden. Dus een soort rotonde voor vrachtwagens, zeg maar. Oh. Dus het is ideaal om te oefenen hier. Pas op voor die blokken hier aan de kant van de weg. Ja, ik zit maar te klieren. Kijk, en dan rijden we hier een rondje. Dan hoef je niet eens achteruit, maar dat gaan we ook nog wel even oefenen, hoor. Is goed. Ja, en dan als je ja, zo. Nou, ja, en dan gaan we hier die straat weer links in. En dan maar wel even kijken natuurlijk, links en rechts zo meteen. En dan mag je wel even één keer gas geven als je recht staat. Durf je dat? Ja. Als er niks aankomt? Nee, komt niks aan. Recht staan? Ja, geef maar gas.
Dus toch geen gas. Ja, ho maar, ho maar. Ho, remmen. Ja, ja. Oh, moet ik hier links? Nee, ja, nee, ja, maar hier mag je niet, hoor. Want dit is open, echt bij de scheen in de street. Moet ik even zo keren? Dat lukt wel. Nou, ja, ja. Ja, je kan hier ook een grote rotonde. Dan kijken we even heel goed of er niks aankomt. Nee. Nee, ja. Maak hier maar zo'n rondje. Nou, goed dan. Ja, want hier is ook echt niks moeilijk aan. Nee. Knip liggen. Ja, ik doe dat nooit meer eigenlijk. Maar ik zie dit echt hier, kijk, je ziet dat balkje. Oh, dat is wel duidelijk. Nee. Maar tussen welke moet ik nou nog? Ja, wat weet ik nou? Ja, dat heb ik ook niet. Ja, en dan moet je nu weer gaan sturen. Ja, en nu terug. Kijk, daar gaan we. Hij gaat goed, toch? Ja, ja. Ja, ja. Hij gaat goed. Bijna. Bijna, bijna, bijna. Niet helemaal goed. Het is maar goed dat er geen auto achter stond. Ik mag alle ruimte nemen als die er is. Ja, oh. Nu sta ik perfect. Nou, is een beetje scheef. Dan gaan we even wisselen van plek en dan rijden we naar huis. En dan moet ik hem even... Ja! Goed zo. Dat was geslaagd. Ik ben terug met Eline van het autorijden. En hier komt, Sophie die heeft hier allemaal netjes gemaakt. Nou komt net de visite aan, dus de bel die gaat. Tafeltjes gedekt. En jij hebt iets binnen van Amazon. Junior is open doen, voor als iedereen denkt, die bel die gaat. Die hadden wij bij een restaurant in Spanje. Die vonden wij grappig. Ja, je moet wel vullen. Ik denk dat dat nog mooi is. Ja, het is en daar was het met verschillende laagjes of zo. Ik weet niet wat het was. Het was zo mooi. Ja, er zat een spoem in. Ja. Ja, grappig is waar. Kunnen we het meteen eventjes doen? Of hebben we een flesje koud staan? Dat weet ik niet. Kunnen we wel pakken, ja. Nou ja, brood is er. Hallo. Ja, hallo, hallo meis. Ja. Zo, pek aan het keren. Oh, Louis vindt het ook leuk. Hallo. Sowieso gaan we van de zomer nog wel een keer in onze tuin. Wow, we zijn met veel meer dan 10. Aan de kant mee. We zijn met meer dan 10 gewoon vandaag, ja. Ja, maar Guus, ja, hè? We doen meer dan 10 jaar. Oh, ja. Oh, kijk, helemaal goed. Meer dan 10 jaar. Heb je al hoi gezegd voordat je met je... Hallo. Ja, wat lief zo. Ja. Oh, we gaan er wat lief. Ja, tuurlijk, snap ik. Dank, hè. Nou, we gaan de barbecue aansteken. Dankjewel, meegeten. Dan moeten we nog twee bochtjes bij. Ja, één bochtje bij. Ja, ik ga de vlog afsluiten. Dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. En morgen om 4 uur zijn we er weer. En we drinken ook bij. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.